Rosalie is 9 jaar en al 1,68 meter lang. Ook heeft ze veel grotere voeten dan andere kinderen van haar leeftijd. In groep 2 viel ze met haar lengte al op in de klas. En heel veel kinderen vroegen ook van waarom ben je zo lang? Waarom ben je zo lang? Toen zei ik, ja, waarschijnlijk komt het omdat ik te veel eet. Maar uiteindelijk in groep 3 kwam ik erachter dat ik Marfan had. Het syndroom van Marfan dus. Het is zeldzaam. In Nederland hebben maar 1500 mensen het. Het is erfelijk, er is dus niets aan te doen. Ook de moeder en oom van Rosalie hebben het. Dat is een klein stofje dat rondzweeft in heel mijn lichaam, waardoor mijn botten verder uit elkaar gaan. En dat mijn botten verder uit elkaar gaan, wordt mijn lichaam zelf ook wat langer. Ik denk dat ik nog steeds word geschat als een 14, 12-jarige. Niet fijn is dat de aandoening ook behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Als ik heel hard word geraakt hier of hier, dan is het een kans dat mij longen klappen en dat ik dan naar het ziekenhuis moet. Even kijken, ik ben dus nog wel een paar centimeter groter, maar ja, ik ben ook volwassen. Jij bent pas 9 jaar. En dit is je oudere zus. Hoe oud ben jij? Ik ben 10. 10 jaar. In groep 5 van Rosalie valt het dan ook op dat ze een stukje langer is. Zo is ze ook een stuk langer dan haar juf. In de klas heeft ze een speciale tafel en stoel om goed te kunnen zitten, omdat de gewone tafeltjes te laag zijn. Het valt best op dus. Toch denken haar klasgenoten, als ze Rosalie moeten omschrijven, niet meteen aan haar lengte. Ze is er altijd voor je als je verdrietig bent. Ze troost je met liefde. Als je iets niet snapt, dan zegt ze meteen, zal ik je helpen? Heel mooi haar vind ik en hele mooie ogen. Alleen is het soms wel een beetje irritant, want je moet telkens tegen haar opkijken. Tja, dat is natuurlijk zo. In het ziekenhuis houden ze goed bij hoe lang Rosalie is. De dokters willen ervoor zorgen dat ze niet te veel groeit. En daarom wordt ze binnenkort geopereerd aan haar knieën. Omdat ik ook zo lang ben, werd ik heel vaak gepest in groep 3. Ik word minder gepest. Ik word niet meer gepest. Soms zegt ze nog wel een paar dingen tegen mij. Maar het gaat wel beter. Ja, het gaat wel beter. Om zelfverzekerder te worden krijgt ze hulp. En ze probeert steeds te bedenken dat haar lengte ook voordelen heeft. Bij pretparken zijn natuurlijk ook attracties. En voor attracties moet je meestal een bepaalde lengte hebben. En daar over die lengte ben ik overheen. Jij mag in alle achtbanen. Ja, ik mag in alle achtbanen.